goeiedag. Vorige week hebben we de 30-daagse weersverwachting een keertje overgeslagen. En dat had natuurlijk alles te maken met zware storm Eunice die over ons land trok. En daarna hadden we ook nog storm Franklin. En het effect van al die stormen is nog steeds terug te zien. Die stormen brachten flink wat regen met zich mee en de bodem is compleet verzadigd. En op veel plaatsen in het land zullen de weilanden er zo uitzien. Flinke plassen water door al dat regenwater. Nou, we gaan nu weer vooruitkijken naar de komende 30 dagen. Krijgen we nog zo'n stormachtige periode of rollen we geleidelijk het voorjaar in? Ja, die stormachtige periode had alles te maken met de straalstroom. Die band met hoge windsnelheden hoger in de atmosfeer was in die periode heel erg actief met hoge windsnelheden. En dat bracht dus al die lage drukgebieden, al die stormen richting ons land. Maar als we nu naar de straalstroom voor de komende week gaan kijken, dan valt op dat die straalstroom zich steeds verder naar het noorden gaat verplaatsen. Een noordelijkere koers kiest. En dat betekent ook dat veel lage drukgebieden en ook de meeste onstuimigheid ten noorden van ons land langstrekt. En in Scandinavië bijvoorbeeld wel wat neerslag gaat opleveren. Nou, wat ook opvalt is dat die straalstroom wat slingert. Er komen wat meanders in. En dat geeft ook aan dat die lang niet zo actief is als een tijd geleden. En ja, in die meanders, in die slingers van de straalstroom kunnen zich vervolgens dan ook hoge drukgebieden gaan nestelen. Nou, dat zien we ook terug als we dan de weerkaarten van het Europese weermodel erbij pakken. Dit is voor komende week de afwijking van de luchtdruk. En dan zien we een positieve afwijking van de luchtdruk. En dat geeft aan dat de atmosfeer in onze omgeving toch wel de neiging heeft om daar ruimte te geven aan hoge drukgebieden. Dat stabiele weer tot ontwikkeling komt. Nou, en dat zien we hier ook terug. Nou, moet je nagaan dat als de straalstroom dan inderdaad een wat noordelijkere koers kiest, dat onder de flanken daarvan dat dan zo'n hoge drukgebied tot ontwikkeling komt. En dat die daar dan ook wel een tijdje kan blijven liggen. Nou, en dat we aan die zuidelijke kant van de straalstroom zitten, betekent ook dat er met een zuiden tot zuidwestenwind dan ook wel vrij zachte lucht helemaal vanuit het zuiden van Europa met die wind onze kant uitgevoerd wordt. Dus dat we ook wel rekening kunnen houden met temperaturen die af en toe wel wat hoger dan gemiddeld zijn. Nou, als we deze weerkaart ongeveer een maand, anderhalf maand geleden hadden gezien, dan hadden we echt met flink winterweer te maken. Dan hadden we een oostenwind. Ja, en dat voert toch wel vrij koude lucht aan. Zo'n gure oostenwind. Nou, dat had echt flink winterweer opgeleverd. Maar ja, nu zo eind februari, begin maart levert dit juist weer een heel ander weerbeeld op. Overdag temperaturen die net iets boven gemiddeld zijn en in de nachten dan een paar graden vorst. Maar van echt winterweer is zo in deze tijd van het jaar geen sprake. Nou, dat hoge drukgebied in onze omgeving zorgt er ook voor dat neerslag van betekenis ook niet wordt verwacht. We zien hier toch wel die overwegend oranje kleuren. Ja, droger weer dan gemiddeld bij ons in de buurt. En ja, we hadden natuurlijk een kletsnatte februari. Dus voor de natuur is het misschien ook wel goed dat de komende periode weer wat droger verloopt. Dat we dat evenwicht weer een beetje terug kunnen krijgen. Nou, als we dan wat verder vooruit gaan kijken, de weerkaarten voor de komende 2, 3, 4 weken. Dit is weer de kaart van de luchtdruk en dan hebben we het over de periode halverwege maart. En dan zien we nog steeds wel die roze-paarse kleuren terugkomen. Toch wel de neiging voor hoge drukgebieden in onze omgeving. Nou, en dat houdt er ook in dat die straalstroom, al die lage drukgebieden, ja, dat die ten noorden aan ons voorbij gaan. En dat we dus ook in maart wel redelijk wat kans hebben op rustig lenteweer. En ook de temperatuur daarbij. Als die wind dan inderdaad uit het zuiden tot zuidwesten komt, ja, dan wordt toch vrij milde lucht aangevoerd. En dan zal de temperatuur wel wat hoger uitvallen dan gemiddeld. Ja, zo halverwege maart, dan zijn overdag maximum temperaturen van 7 tot 9 graden gebruikelijk. En in de nachten ligt het kwik dan net iets boven het vriespunt. Maar ja, tijdens zo'n heldere nacht met opklaringen kan het dan toch wel tot een paar graden vorst gaan komen. Maar zoals ik net al zei, deze kaarten, anderhalve maand geleden, ja, dat had toch wel in de nacht flink wat vorst opgeleverd. Ja, en daar is nu geen sprake van.
Nou, dat hoge drukgebied en dat rustige weer met flink wat zonneschijn, dat zien we ook mooi terug in de weerpluim, de temperatuurverwachting voor de komende 15 dagen. En dan zien we dat overdag die temperatuur, nou ja, zo rond de 10 graden uitkomt. En in de nachten, tijdens die opklaringen, dan koelt het in rap tempo af. En dan zie je snel hoe die temperatuur dan naar beneden gaat en rond het vriespunt uitkomt. Dat noemen we ook wel de zaagtand, de sterke schommelingen tussen de temperatuur in de nacht en overdag. Nou, en voor de komende 15 dagen zien we die zaagtand, die sterke afwisseling tussen koude nachten en relatief zacht weer overdag, zien we ook dan nog wel duidelijk terugkomen. Nou, voor de komende tijd hebben we dus overwegend met hoge drukgebieden te maken. Dat levert rustig, droog en vrij zonnig lenteweer op. En de temperatuur is daarbij vaker gebruikelijk voor de tijd van het jaar. En als de zon dan even een tijd schijnt, dan is het misschien zelfs wel enkele graden warmer dan gebruikelijk. Van stormen is de komende tijd zeker geen sprake. En we rollen geleidelijk dus al een beetje de lente in.